schemerlamp of de televisie of de cd-speler thuis, die werken op deze dynamo. We gaan eens kijken hoe die aan het draaien wordt gebracht. Een enorme gasbrander stookt water heet. Zo ontstaat stoom en daarmee wordt de dynamo aangedreven. Onze schemerlamp thuis brandt dus eigenlijk op gas uit de elektriciteitscentrale. Hier heb ik ook vuur. En met dit vuur kan je stroom maken. Ik heb hier twee draadjes. Eentje van koper en eentje van ijzer. En die zijn hier aan elkaar gedraaid. Deze twee draadjes staan in een gesloten kring met deze meter. Maar er is geen stroom. De meter slaat niet uit. Dus deze draadjes zijn geen batterij. De punt van deze twee draadjes ga ik nu verhitten in deze gasvlam. De meter slaat uit, er is stroom, dus nu zijn deze twee draadjes wel een batterij. Nu is de draad koud, er is geen stroom meer. Aan de meter kun je zien of de draad heet is. Dan geeft hij een uitslag. Je kunt hem ook gebruiken als een thermometer. Als je temperaturen van vuur wilt meten, dan doe je dat niet met een gewone thermometer, maar met zo'n draad als in dit staafje zit. Hij bestaat uit twee verschillende metalen en zit aan deze kant aan elkaar verbonden. Nou is dit een pottenbakkersoven. En in die oven zit precies zo'n staafje. Daar is de meter. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer stroom er is. Kan ik met twee koperen draden ook een batterij maken? Dat ga ik eens even proberen. Het wordt wel heet, maar de meter slaat niet uit. Dus heb ik twee verschillende soorten draden nodig. Bijvoorbeeld koper en ijzer. Kan het ook andersom? Kan stroom warmte maken? Ja, zeker. Devika, schiet eens op met dat jasje. Alles moet af vandaag. Ja, ik doe mijn best. Dit is een broodrooster. Met de warmte in dit apparaat rooster je brood. Nou, hoe zit die in elkaar? Hier zit de gloeidraad. Dit is de stroomkring met de gloeidraad. De dunne draden worden het snelste warm. Kijk maar. Die kleuren rood gloeiend. Daar worden je boterhammen geroosterd. Stroom maakt de draad warm. Er zijn meer apparaten die op deze manier werken. Hier zijn er een paar. Een geel. Een ventilator. Een barbecue. Een waterkoker. Sommige vissen leven in warm water. Het water van hun aquarium wordt warm gehouden door een draadje. Een verwarmingselement. Hierin maakt de stroom warmte. Er kan geen stroom van het draadje naar de vissen.
Om het draadje zit een glazen buisje. Dit houdt de stroom tegen en laat de warmte door. Wat hebben deze ruiten met stroom te maken? Dat zien we straks. Bij een wasdroger zit het verwarmingselement helemaal ingebouwd. Dan kan hem moeilijk gaan slopen natuurlijk. Maar hier heb ik een losse. Hij ziet er zo uit. En hij verwarmt de lucht. Zou ik met deze draad dit piepschuim kunnen snijden? Ik ga het proberen. Nee, dat lukt niet heel erg, hè? Maar wacht even, als ik er nou stroom doorheen laat gaan, eens kijken wat er dan gebeurt. Dan snijdt de draad als een mes. Met een hete draad kun je wel piepschuim snijden. Dit is de afdeling decor van een groot televisiebedrijf. Veel decorstukken die je in quizzen en shows ziet, worden hier uit piepschuim gemaakt. En net zo eenvoudig met een hete draad. Die snijdt piepschuim in elke gewenste vorm. Je kan kaarsrecht of in bochten snijden. Je kan grote stukken snijden of kleine. Kies maar uit. Snijden op zich is niet moeilijk, maar echte kunstwerken kan je beter aan de vakman overlaten. Het leuke van piepschuim decorstukken is dat ze er levensecht uit kunnen zien, terwijl ze nauwelijks iets wegen. Wat heeft een achterruit van een auto met stroom te maken? Nou, alles. We nemen een kijkje in een fabriek waar ze gemaakt worden. Grote glazen platen worden in de fabriek afgeleverd. Strakjes zijn het achterruiten voor auto's. Ja, zo zijn ze te groot. Dus eerst worden ze op maat gesneden in de lengte en in de breedte. Dat lijkt er meer op. Zo, nu nog even een flinke wasbeurt om het vuil en vet van het glas af te spoelen.
Nu gaat er een laagje speciale inkt overheen die hele dunne lijntjes op het glas achterlaat. Nou, die lijntjes kunnen stroom geleiden. Er mag geen onderbreking zijn. De stroomkring moet immers gesloten zijn. Deze achterruit lijkt klaar te zijn. Of toch niet? Ja, zo kaarsrecht past hij niet in de achterkant van een auto. Nee, hij moet eerst gebogen worden. En dat gebeurt in een oven. Een apparaatje geeft aan of de dunne lijntjes nog steeds stroom doorgeven. Ja dus, deze mag doorgaan. Door de warmte die met stroom gemaakt wordt, kan de achterruit in de winter niet bevriezen. En zo blijft het zicht op de weg goed. Deze achterruit kan bijgezet worden in het magazijn bij de andere 40.000 achterruiten. En daar horen net zoveel auto's bij. Soms kan stroom een draad zo heet maken dat er brand komt. Hoe wordt er gezorgd dat deze draden niet verbranden? Kijk, in de meterkast zitten stoppen. Ik heb stoppen gekocht in de supermarkt. En die stoppen die zorgen ervoor dat er niet te veel stroom door de draden in de buizen gaat. Maar hoe zou zo'n stop er nou van binnen uitzien? Dit is een stop. Zo. En nu is hij stuk. Nou, wat zie ik hier allemaal? Ja, er zit een beetje zand in. En steen van het omhulsel. En hier zitten twee draadjes aan. Hoe werkt nou zo'n stop? Als je van opzij door een meterkast zou kunnen kijken, dan zit een stop er zo in. De stroomkring loopt als volgt. En als de stop doorslaat, wordt de stroomkring in de stop onderbroken. Het gekleurde dopje is dan losgeschoten. Deze stop is doorgeslagen. Dat zie je aan het rode dopje wat er nou niet meer is. Waarom branden de draden in deze stop eerder door dan andere draden? Zou dat met de dikte van de draad te maken hebben? We gaan even kijken naar deze opstelling. Ik heb hier een dikke draad en een dunne draad. Als ik hier stroom laat gaan, dan zie je dat deze draad eerder heet wordt dan die. Dus die dunne draad wordt eerder heet dan die dikke. Dunne draden branden eerder door. Hier gebruikt men warmte om te lassen. Kijk maar eens hoe heet ijzer kan worden door stroom. Bij lassen wordt ijzer gelijmd met heet vloeibaar ijzer.
Boven op het dek van een schip staan deze kooien. Zeg maar ijzeren manden, waar dikke trossen touw in opgeborgen worden. Deze is stuk. Met behulp van elektrisch lassen wordt hij gerepareerd. Ja, mag ik wat rechterop? Ja? Ja? Oké. Ja, heb je dit? Wauw. Moet je lopen? Ja hoor, dat is goed. Ja. Geinig, zeg. Als je hier langs kijkt, ja, en richting naar de andere kant, dan kan je zien dat die even weinig staat. Mandje voor de trossen. Ik heb hier twee spijkers van ijzer. Die wil ik aan elkaar lijmen met tin. Nou, die tin die kan ik vloeibaar maken met behulp van deze brander. Hiermee kan ik de ijzeren spijkers aan elkaar lijmen. Deze spijkers zijn gelijmd met tin. Dat lukt mij niet met ijzer, want daar is deze brander niet geschikt voor. De kring moet altijd gesloten zijn, wil je stroom krijgen. Hoe loopt de kring bij elektrisch lassen? Er zijn dikke draden. Die worden niet heet. En er is een dun draadje. En dat wordt heel heet. En daar las je mee. Bij het lassen springen veel vonkjes in het rond. Deze kap beschermt je gezicht. En het licht dat bij lassen ontstaat is heel slecht voor je ogen. Dus daarom zit er in deze kap een stuk heel donker glas. Het werkt als een zonnebril. Nog eens even wat zaken op een rijtje. Uit warmte krijg je stroom, zoals dat gebeurt in een elektriciteitscentrale, waar met de warmte van gasbranders uiteindelijk stroom gemaakt wordt. En die doet jouw lamp thuis branden. Maar het kan ook andersom. Met stroom krijg je warmte, dus zo rooster je boterhammen met deze broodrooster. Of las je stukken ijzer aan elkaar. Je kan hele kleine stukken ijzer aan elkaar lassen met stroom, maar ook hele grote. Dacht je van dit schip? Tot de volgende keer.